We beginnen met de enige echte grote stadsderby in ons land. Antwerp tegen Germinal Beerschot. Vooral bij de Great Old was de drang naar een overwinning ontzettend groot. Want sinds de wedergeboorte van Germinal Beerschot verloor Antwerp 4 keer op rij de derby. Bij de thuisploeg was de captain Leleu geschorst. Fijs stond onder de lat. Achteraan liepen Ouon, Pinkston, Champara en Evans. Op het middenveld Yatara, Imakboudou, Sergeant en Hussein. En vooraan Moussa en Goots. Nielsen zat op de bank. Frankie van der Elst koos voor de helft die vorig weekend wonnen van Gent. In doel een echte beerschotter. Bram Verbiest in de verdediging De Vree, Marinovic, Mokoena en Bodor. Op het middenveld Snelders, Rijgel, Wolker en Huismans. En in de spits Kwanza en Pakka. Hou je vast aan de takken van de bomen. Hier is Stefan van Loek van Op de Bosuil. Geen derby in België die zoveel passie loswijkt als deze in Antwerpen. Willy Welles, hulptrainer bij Germinal Beerschot, kan het weten, want hij maakt als speler die intussen verdwenen derbies in Brugge, Brussel en Luik mee. Antwerp Germinal Beerschot is het noorden tegen het zuiden van stad. Het is onze Old Firm. Het is de 160ste uit de geschiedenis. De Bosuil is uitverkocht. Bijna 14.000 toeschouwers. Meer mogen er helaas niet in. Bal op het hoofd van Sergeant. Slechte doeltrap van Verbiest. Yatara met een eerste nummertje. Bal blijft binnen. Yatara. De voorzet. Sergeant mist. Kwam goed ingelopen, maar raakte de bal niet. De eerste serieuze dreiging in de partij. 8 minuten ver. Kwanza. En een geloste bal van Yves. En zo kan Germinal Beerschot op voorsprong komen. Wat een flater. En 0-1 voor Germinal Beerschot. Paul Pakka haalt de bal uit doel. En Kwanza wordt bedolven onder zijn ploegmaats. Een flater van Jewelste van Yves. Zo'n makkelijke bal. Trekt hij niet tegen zijn borst, maar laat hem los. En Kwanza heeft hem maar voor het inleggen. En zo komt Germinal Beerschot wel heel makkelijk op voorsprong. Ruim 10 minuten ver. Rijgel te kort. Moussa uit de tweede lijn. Dat scheelde weinig. Omar Moussa. Met het antwoord na die 0-1. Het antwoord op die 0-1. Bal week nog af op de voet van Mokoena. En via de handpalm en de paal gaat de bal goed dan ook in corner. Omar Moussa. De bal van Huismans door Paul Pakka. Kwanza is mee in het centrum. En wat een tackle van Pinkston. Ja, dat moet rood zijn. Op zijn minst geel was hij echt helemaal alleen weg. Maar de fans van Germinal Beerschot die schreeuwen om rood. Net buiten de 16. Maar het was pakken om te hebben. Rechtstreeks de vrije schop voor Germinal Beerschot. Pakka. Goede redding van Fijs. Die zo zijn fout herstelt tenzij hij de 0-2 kan voorkomen. Maar dat kan hij niet. Tweede goal voor Kwanza. 0-2. De vrije schop goed genomen. Prima gered door Fijs. Die even in de touw in de netten bleef hangen. En de voorzet van Snelders afgewerkt door Kwanza. 0-2. Rijgel op wandel, bal afgelegd bij Kwanza. Geen buitenspel van Paul Pakka. Wordt het 0-3. Jawel. 0-3 voor Germinal Beerschot. Paul Pakka. En zo is de klus hier mogelijk al lang voor de rust geklaard. En wordt Antwerp hier in eigen huis afgemaakt. Daar is Goots, plots voor doel. Goots, ja. 1-3, zo snel kan het hier allemaal gaan. Patrick Goots brengt hij opnieuw spanning in de wedstrijd. Laat ons op zijn minst hopen. 10 minuten voor de rust. Vrijschop voor Antwerp. De muur van Germinal Beerschot op de 9 meter 15. Goots klaar. En ook Yatara. Maar het wordt uiteraard Goots. En Verbiest in hoekschop. De druk op het Beerschot-doel neemt toe. Hoekschop met Yatara. Pinkston goal. 2-3. En de match kan opnieuw beginnen. Helemaal weggeveegd is die achterstand nog niet.
Maar het veldoverwicht en de kansen hebben Antwerp in een doelpunt doen blijven geloven. En dat krijgen ze nu via Harold Pinksten. 8 minuten voor de pauze. Sergeant, bijzonder nuttige speler voor zijn ploeg. Erg harde bal, maar Yatara houdt hem nog binnen. Yatara met Boder voor zich. De voorzet van Yatara. Moussa met de controle op de lat. Bijna 3-3. Alsjeblieft. Een middagje Bosuil. De corner met Goots. Luttele minuten voor het einde. Naast. En zo gaan we rusten. Na een spectaculaire wedstrijd tot dusver. Bij 2-3 voor Jemiel Beerschot. Evens. Met de vree voor zich. Voorzet. Moussa. Goots. Aanname. Moussa lag even in de weg. Maar het schot was niet hard genoeg. Moussa nu. En Verbis kost de bal. En Marinovic stapt weg. Nieuwe dreiging van Antwerp in de tweede helft. Ciampara. Goed verdedigd, maar slecht uitverdedigd. En een schot uit de tweede lijn. Goeie parade van Vijs deze keer op het schot van deze Walker. Eerste kans voor Jemiel Beerschot in de tweede helft. Complete mobilisatie voor het 16 meter gebied van Jemiel Beerschot. Vrij schop. Goed. Op de vuisten van Bram Verbist. Nieuwe kans voor de Great Old. Maar het blijft 2-3. Knappe bal. Hij zag hem amper aankomen. Intussen is de hoekschopper al. Je mag Boudou naar Yatara. De voorzet. Pinksten. En daar is Moussa. 3-3. En het is verdiend. Omar Moussa. Er hing al een hele tijd een derde Antwerp goal in de lucht. En die kwam er ook nu na die genomen corner. De prima voorzet van Yatara. Doorgekopt Pinksten die eigenlijk niet meer op het veld mag staan. Had al lang rood moeten krijgen. Maar de Blekeren liet hem doorspelen. En Omar Moussa. Die schiet de 3-3, de weliswaar verdiende 3-3, voorbij Bram Verbist. En we spelen een uur. Vrijschop voor Antwerp, Patrick Goots. Goed ingedraaid, Moussa met de borst, 4-3. Wat een ommekeer hier op de Bosuil. En Omar Moussa wordt de held van Deurne-Noord. Kijk eens aan op de banken. Bij de Royal Antwerp FC en de stilte hier bij die van Jemiel Beerschot. Een rood-witte zee, dansend en springend na de wat onorthodoxe goal die we hier nog eens zien van Omar Moussa. Met de borst in doel voorbij een verraste en verslagen Bram Verbist. 4-3. De hoekschop met Walker. Niemand die daar klaar stond om die bal binnen te werken. Uitbraak nu Antwerp met Hussein. Goots wacht op de eigen helft. PG buitenspel van Yatara. Goed dan ook Krantje. Yatara. Ibrahima Yatara. En 5-3. Onwaarschijnlijk. En mensen vallen elkaar in de armen. Mannen kussen elkaar. Iets wat we eigenlijk alleen maar in Wallonië zien. Krantje buitenspel. De vlag bleef omlaag. Er is weinig protest. En Yatara omzeilt Verbist. En zet de bal ook voorbij. Huismans in doel. 5-3. Laatste vrij schop allicht van deze wedstrijd. Door Yves Vijs, de man voor wie de wedstrijd zo slecht begon. De Blekeren kijkt naar de klok en fluit. De Great Old, de Royal Antwerp FC heeft de derby gewonnen. Met 5-3 na een spectaculaire wedstrijd die enkel na de 5-3 wat doodbloedde. Verdient de zege hoe dan ook. Antwerp 5, Jemiel Beerschot 3. Een sensationele wedstrijd was het daar in